Yo, goedemorgen. Het is inmiddels 11 uur. En we zijn in Londen. Ja, je kan het denk ik niet. Ja, de zon schijnt. Hier is het reuzenrad. Maar we zijn echt midden in Londen. En ja, we hebben anderhalf uur in een taxi gezeten. En wat doe je als je in Londen bent? Ga je eerst natuurlijk naar Starbucks. Ja, Londen is hipster natuurlijk. Daar loopt de rest van de groep. Maar ja, we gaan een game checken. Ik mag nog niet zeggen wat. Maar, oh, ja, nou, ze heeft gelijk. Er is daar een Starbucks, dus we gaan lekker koffietje drinken en straks gamen. Kijk, als je in Londen bent, heb je nog een beetje vrije tijd. En wat ga je dan doen? Een beetje rondlopen. Het is lente weer. Het is super warm. En check die, dat reuzenrad. Dat is echt heel vet. Ik ben nog nooit privé in Londen geweest, dus dit is echt super mooi om even te checken. De Big Ben zie je niet. Die is daar ergens. Maar ja, het is wel vet. Geen game gespeeld. En zullen we dat ook gewoon niet gaan doen? Gewoon lekker een rondje Londen. Ik schrijf wel preview op trailers of zo, joh. Daniel is een beetje nat. Hey, hoe was het bij de barbier? Laat je nieuwe kapsel eens zien. Moet je mijn broek zien, man? Ja, ja, dat is wel heftig, ja. Een kapsel. Ja, er is niet veel van over. Kaal, Jezus. Maar we editen wel wat in, ja? Doet het eigenlijk bij mij ook altijd. Oh, en nog iets. We hebben de single van de Gamers at House Band. Hoe vet is dat? Daar staat het abonneerlied op. En nog twee liedjes. En die krijg je als je een half jaar bij ons lid bent op Twitch. Dus zodra je een goud hartje krijgt, dan mag je me mailen. Dan krijg je zo'n singeltje thuis gestuurd. Gratis even niks als je een half jaar lid bent. En hij zit bij dit kwartaal van het Clubblad. Dus kun je hem ook krijgen. En je kunt hem nu kopen op store.gamers.nl. 2,95 schoon en haak. Heb je unieke de eerste single van de Gamers at House Band. Tot zover deze gesponsorde berichten. Dan heb ik het wel. Of nou ja, Akeo heeft het wel. Het is veel te fucking nat. Dus nu zijn we gewoon met handdoeken aan onze voeten. Alles een beetje schoon aan het schaatsen. Super handig. Gewoon een hele normale dag op GNHQ. Het ziet er ook totaal niet uit alsof ik een paar chromosomen mis. Kijk, je hebt van die mensen stom en zo, en die snowboarden professioneel. En ik ben al vanaf dat ik 3 was aan het skiën. En als skier heb je dus een hekel aan snowboarders. Maar je hebt nooit een soort van punt waar je discussie op wint. Want ja, snowboard is veel moeilijker, skiën is veel moeilijker. Toen dacht ik, weet je, ik ga voor once and for all bewijzen dat snowboarden gewoon fucking makkelijk is. Dus ik heb gewoon snowboardlessen genomen. Het staat me ook totaal niet van me op. Yeah. En dus nu ga ik snowboarden hier in Snowworld in Zoetermeer. Waar ze trouwens fucking onaardig kutpersoneel hebben. Dat wil ik even gezegd hebben. Ik weet niet hoe ik met skileraar zit. Maar bij de balie. Oh. Maar goed, maakt niet uit. Dat mag de pret niet drukken. Ik heb er zin in. Vervolgens zit Eva, onze lerares. Daar staat ze. En kijk. Het is echt fucking vermoeiend. Maar volgens mij is het niet zo moeilijk. Maar ik heb al geleerd hoe je moet vallen. Dat kon ik best goed. Dat ging me goed af. En nou, nu een beetje borden. Wil je even herhalen wat je net zei? Wat ik net zei? Oh, Peter en Sjoerd kunnen echt snowboarden. Hier Tom, die voor je. Come on. We hebben heel veel voor betaald, hè? Jongens, we hebben er lang op gewacht met z'n allen, maar hij is er eindelijk de nieuwe auto. En ze hebben hem helemaal ingepakt, hier, bij Nefkens. Dat moet ik even bij zeggen, in Bunnik. Ik ga hem eraf halen, ja? Oh. Wauw. Mijn eerste nieuwe. Nou boys, dit is hem. De allereerste Gamers at Bedrijfswagen. Dani, hoe zit hij? Hij is groot, hè? Hij ruikt lekker. Kijk hem gewoon. We komen z'n drieën naast elkaar. Inderdaad. Er zit een bankje in het midden. Oh, maar dit is vet. Kijk die pook. I know. Zijn moeder ook. Hey, kijk. Wacht. Moet ik even open doen? Even wachten. Wacht je even of ga je gelijk naar een ander YouTube kanaal? Dat te lang duurt. Check. Woehoe. Nice. En dan vanwege de tuk-tuk kunnen we gewoon echt alles volladen met shit. Super relaxed. Ik heb een half jaar karton opgespaard, dus ik heb al een hele lading wat we hiermee kunnen vervoeren. Ja, er kan ook een USB in. Vet, hè? Aux raus. Ja. Nou, wegwezen. Mijn auto. Oh, dit is de auto van de zaak. Hij is van iedereen. Yay. De vraag is, wat is het eerste wat je vervoert als je een nieuwe auto hebt? Gamersnet is bier. Nice! Ja. Alle kratten van het crew uit je. 8, heel 6, veel. 10. Het is via elke maandag, toch? Elke maandag in de pub. Ja, sowieso. Dan begin ik smiddags. Een
Ne.